jongens. Yo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video vandaag. Dat jullie hier zo lang om hebben gezeken. Vandaag zijn we hier eindelijk. Jullie zo lang om hebben gevraagd. Eigenlijk helemaal niet zo lang. Gewoon op een Instagram story. Willen jullie een tutorial zien over voetbal? Nou, ik zei hier ja. Zeg maar zo'n 100% was het volgens mij. We gaan dus vandaag een vrije trappen doen. Ja goed, nou. Ik begin al gelijk snel ook te kopen. Die gaat toch zometeen echt gigantisch op de weg. Oei. Camera AUB. Oh, ho, 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 ho. Even rustig. Oh, kut, de bal moet natuurlijk wel in beeld zijn natuurlijk. Dames en heren, voor stap 1 raakt de bal gewoon. Leg sowieso die bal altijd goed neer. Je moet naast de bal. Mooi aanlopen. Missen. Daar ging de camera bijna. Ho, ho, ho. Lekker. Nope. Holy shit, ik moet nog verder naar achter leggen. Holy shit. Nou, we winnen. God, ik dacht dat die raak was. Nu met links, met links, met links. Oh. Mensen, met links lukt het gewoon wel. Ik ben gewoon links. Kut. Laat maar. Nee, 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 je gaat niet kutten met die camera. Niet doen. Nee, wat de fuck doe jij? Je zit er veel te los. Oké. Ja, die Zullen we dan nu even een momentje erin doen om even te abonneren? Dus een abonneer-edit. Van buurman naar buurman. Nee, nee, classic. Classic aan het einde. Hoe is dit mogelijk? Maak even een mooi shot van de bal weggerold daar, heel zielig. Die kan wel niet hoger. In elk geval, like alsjeblieft. Als jij een duimpje omhoog doet, gaat die bal er wel in. Dan vliegt hij wel in de kruising. Ooit. Misschien over 15 jaar. Het gaat schuin, is niet goed. Mensen, vinden jullie het nou ook zielig? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik zie dat ik in dat winkelwagentje. Kijk, willen jullie dan zo meteen zien dat ik in dat winkelwagentje daar ga? Dan moet je zeker nu even abonneren, want dit is het moment. Het is toch echt het moment om te abonneren. Het gaat toch nu wel echt. Ik weet niet, hoe kan dit? Zit ik voor de opnames de ene naar de andere erin, nu niks. Dus, welkom bij het nieuwe Fortnite dansje. Dat vond ik nog. Net die was het Sterling die in de Champions League, die rent zo. De grote flikker tot zijn weg en krijgen een penalty. Nou, als ik hem kan vinden, ik ga hem erin en abonneer. Als je zo meteen wil dat ik die kutwinkel kaart. Ja. Ja, oh, daar gaat hij al. Jongens, ik ben er klaar mee. Kom maar! Nee, doe maar niks. Heel de buurt wakker nu. Sorry buurt. Het is 10:30. Het is 11 uur waarschijnlijk. Hoe laat is het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aan het rennen bent voor die wachtrij. Is geen goede tutorial. Wat de griep. Wat de fuck? Is nou helemaal uit elkaar gedonderd. De camera dus even af. Oh mijn god, hij is helemaal uit elkaar gevallen. Nee. Ja. Zit er nou met zo'n kutstang?
Lieve zooi. Oh. Ik ga hem maar weer in elkaar zetten. Teringzooi. Nou goed mensen, dit is het moment waarvoor jullie allemaal hebben geabonneerd. Ik hou echt heel idioot mijn camera vast ook trouwens. Dit is het moment waarvoor jullie allemaal hebben geabonneerd. Dit gaat fout. Wil je hem een keer duwen? Wil je duwen? Mij? Oh kut, 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 kut. Red dat ding op, red dat ding op. Oh kut, oh. Oh kut, kut. Nee, 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 nee. Oh, oh. Wat lekker, Gerard. Wat is dit lekker? Hij hangt er ook gewoon nog steeds, hè? Nee, nee, nee. Lieve zooi. Luigi, de inbreker, is weer van de partij. Ik zet mijn tas hier neer in het lokaal op de stoel. En ik ga even een kopietje maken. En op het moment dat ik daarvan terugkom, boven de trap oploop, zie ik een man passeren. Hoi. En die hoorde niet in dit schoolgebouw op dat moment. Hij zag er wat, ja... Oud en had versleten schoenen aan en ik dacht, er klopt iets niet. Dus ik ben meteen met versnelde pas naar boven gered, tas open gedaan, geen portemonnee. Oh, hij heeft een portemonnee! Hij heeft een portemonnee! Top voor mijn mic, je zit ook vol op dat ding, hè. Als dat ding zo meteen niet kapot is, jongen, dan wil je wel niet weten. Nee, 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 ben jij in Mogol? Ben jij in Mogol?
sorry. Wat is dat vies bitter? Tommy, wat een lekkere banaan heb je daar. Wat is dat vies bitter? Oh, mijn boeken. Terug in het kastje, jullie. Even mijn boeken opstapelen. Zo, die hierop.